Er zijn verschillende manieren waarop wij altaren kunnen bouwen. Een altaar kunnen bouwen voor ons persoonlijk leven en ook in de kerk. We hebben het natuurlijk over gebed gehad, ook aanbidding, vasten en geven. Natuurlijk zijn er ook andere dingen waardoor we onszelf als een levend offer aan de Heer kunnen geven. Onze energie en onze tijd erin steken. Wat eigenlijk bij het geven ook hoort. Maar ook een financieel offer hoort bij het geven. En het is belangrijk dat wij beseffen dat dit helpt om een altaar te bouwen. Wat bedoelen we nou eigenlijk met een altaar bouwen? Ik geloof dat God in kracht voorziet, in vuur voorziet. Maar dat kan alleen maar wanneer wij een offer op het altaar leggen. Jezus Christus is het ultieme offer. Dat offer hoeven wij gelukkig nooit meer te geven. Maar de Bijbel zegt wel dat wij dagelijks ons kruis moeten opnemen om hem te volgen. En dat wij onszelf als een levend offer moeten geven. En dit zijn de dingen waarop wij dat kunnen doen. Door te bidden, de tijd in gebed door te brengen. Door hem te aanbidden, door te vasten en ook door financieel te geven. Ik ben zo gezegend door een aantal versen die ik wil lezen. En deze kennen we allemaal. Als we het over financiën hebben, dan horen we vaak zo'n vers. En er staat in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit vers maakt me ontzettend blij, maar dit is nog niet eens waar ik het over wil hebben. Ik wil het over een ander vers hebben, maar dat komt zo. Ik zie dat doordat sommige mensen zo negatief praten over wanneer je het hebt over financiën. Dan zie ik dat er een probleem is in hun leven. Dat zij niet zien dat dit een middel is om je altaar te bouwen. Maar voor te zorgen dat er een offer op het altaar ligt wat de Heer kan branden. Waardoor er vuur is, waardoor er passie is, waardoor er kracht is. Niet de enige manier, ook niet zozeer de belangrijkste manier. Maar financiën is wel een belangrijk deel van ons leven om onze rekeningen te betalen. We hebben een deel van ons leven natuurlijk overgegeven, in tijd overgegeven. Daar is geld voor in de plaats gekomen. Dus wanneer we geld geven, dan vertegenwoordigt het dat deel van het leven wat we eigenlijk niet meer terugkrijgen. Die tijd die we niet meer terugkrijgen. En ik geloof dat God dat enorm waardeert. Dan gaat het er niet om hoe groot of hoog dat bedrag is. Waar het om gaat is hoe groot is dat offer voor ons. Dat is het belangrijkste. Het gaat erom dat wij een offer geven vanuit ons hart. Het gaat erom dat wij een blijmoedig hart hebben. De Bijbel zegt God heeft de blijmoedige gever lief. Dus het gaat er niet om dat we onder druk staan, dat we geven omdat we denken dat het moet. Nee, ik wil offeren omdat de Bijbel iets zegt over mijn offer. Vers 18 van Filippenzen 4. Wat dus het vers is voordat het vers wat ik net gelezen heb. Er staat dit. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb. Een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer. Wauw, wat mooi. Een aangenaam offer. Het is God welgevallig en het is welriekend. Oftewel, het ruikt goed. Het ruikt lekker. Dit offer ruikt lekker. Ik wil een offer geven dat lekker ruikt. Ik wil een offer geven wat wanneer het verbrand wordt, wanneer het op het altaar legt, dat het tot God als een welriekend offer komt. Het gaat er dus om dat ik met een blijmoedig hart geef. Omdat ik wil geven van mijn leven aan de Heer. Niet omdat ik verplicht ben, maar omdat ik mij verbonden voel met Hem. Hij heeft mijn geld niet nodig. Daar gaat het helemaal niet om. Hij wil mijn hart. Hij wil mijn hart. Dus ik wil u aanraden, ook op deze manier, uw altaar te bouwen. Ik zie u snel weer. Ik vind het altijd heerlijk om tot u te komen op zondag of via deze video's. En ik hoor ook graag van u wat deze video's voor u doen. Of u kijkt, of u luistert. En als u vragen heeft, kunt u ons natuurlijk altijd schrijven. Vergeet niet, we bidden voor u. We houden van u. En we zien elkaar snel weer.